Het werk is een merkwaardige mix tussen ontroering aan de ene kant. Je hebt te doen met Brand, maar hij heeft ook iets creepy. Hij heeft iets een beetje onrustwekkend. En dat maakt dat je aandacht sowieso naar hem gezogen wordt, elke keer als je hier passeert. Zelfs al ben ik in een druk gesprek gewikkeld, dan zal mijn gesprek toch stokken als ik Brand passeer. En hij is een beetje creepy, maar hij hoort ook bij ons. Hij hoort bij het Vlaams Parlement, hij hoort bij ons gewoon. De zwaarte van het bestaan draagt hij een beetje met zichzelf mee. Hij is een jong jongetje, korte broek, heel onschuldig kind. Maar door zijn hoofd dat aanschuurt tegen die muur, draagt hij een zwaarte van het leven met zich mee die niet past bij een kind. En dat maakt dat je onwillekeurig naar hem toegetrokken wordt en een beetje ongemakkelijk wordt als je hem ziet. Ik denk dat hij het verleden met zich meedraagt. En het weegt als lood eigenlijk op hem, want hij leunt tegen de muur, zijn hoofd naar beneden. Hij heeft het echt, je ziet dat hij het zwaar heeft, ondanks het onschuldige beeld van het jongetje in de korte broek. Ik ben Katia Segers van de SPA-fractie en ik heb gekozen voor dit schattige, maar ook heel onwennig voelende ventje. En die noemt Brand en dat is een werk van de Vlaamse kunstenares Sophie Muller.